Hallo. Wij, Mark Edelenbos en Jonne van Hagen, houden onze presentatie over Eppo Bruins. Eppo Bruins, geboren in 1969, heeft de meeste kans om fractievoorzitter te worden van de ChristenUnie. Met zijn christelijke achtergrond en geweldig breed wetenschappelijk spectrum aan opleidingen is hij onze kandidaat. Daarna werd hij projectcoördinator bij Stichting FOM. Maar daar houdt het nog lang niet op, want daarna werd hij directeur van de LION. Directeur van de Technologiestichting, hoofdredacteur van de Denkwijzer en lid van Raad en Advies. Toen pas kwam Eppo Bruins, onze man, in de Tweede Kamer. Omdat Eppo Bruins, onze man, naast zijn geweldige prestaties ook nog iets anders heeft, is hij de beste man voor in de Tweede Kamer bij de ChristenUnie. Wat hij heeft, naast al zijn geweldige kennis en geweldige prestaties, hij is ook voorzitter van het Christelijk Forum. Alles wat hij doet, is op basis van het geloof. En daarom, jongens, is Eppo Bruins de beste in zijn vak.